Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. We hebben te maken met mist en met bewolking die vanuit het noorden ons land nadert. Boven het noorden van Duitsland zitten aardig wat buien, die trekken later het land binnen. Maar vanochtend eerst is het dichte mist. Die mist loopt in de loop van de ochtend, dan lost die langzaam op en daarna breekt af en toe de zon door. Maar op dat moment beginnen ook de buien zich vanuit het noorden uit te breiden. Vanmiddag dan overal enkele buien, maar ook af en toe zon en temperaturen zo tussen de 10 en de 13 graden. De wind is redelijk rustig, alleen aan zee en dan met name in het Waddengebied haalt hij af en toe windkracht 5 of 6. Vanavond verdwijnen de meeste buien, en begint het weer op te klaren en komende nacht daalt de temperatuur dan tot plaatselijk 2 graden. Morgenochtend slechts een lokale mistbank en daarna van tijd tot tijd zon met alleen in de kustregio nog een enkel buitje. De meeste plaatsen blijft het grotendeels droog, 9 tot 13 graden wordt het. Zondag is een ander verhaal, dan blijft het op de meeste plaatsen de hele dag droog. Maar de mist kan wel heel hardnekkig zijn. Misschien dat in het oosten de mist zelfs niet eens optrekt. Uiteindelijk breekt elders wel de zon door, dan wordt het 9 tot 12 graden. Vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog, maar neemt de kans op regen ook toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.